Maar ik was boven. Ik kom beneden. Weg is die vent. Met die haartjes weg. Ja, ja. Ja, een hele, hele goede middag, lieve vrienden. We leven vandaag alweer op dinsdag 2 februari. En het is bijna 3 uur en het is hier weer vies rood, willen jullie niet weten. Maar we moeten wel doorheen weer. Ja, maar ik heb ook een pakketje binnengekregen. Maar ook stond meneer op de raam erop, omdat meneer nog een doosje had. Dus ik kom maar aan. Maar ik was boven. Ik kom beneden. Weg is die vent. Hallo, waar is mijn doos? Je had nog een pakket. Dus waar die is, geen briefje in de brievenbus, dan enkel deze tas. Maar er zit zo'n klein pakje in. Maar die gaan we straks openmaken als ik met de woefwaffies terug ben. Met Elwing en met Rijka. En met Rijka en met Elwing, ja. Jij, meisjes, ja, gaan het smerige natte vieze rot worden. Maar ja, ik ben trots op Karin. Ja, die heeft een heel lang gelopen vandaag. Wow. Nou, dat red ik niet op, hoor. Nee, echt niet. Nee, echt niet. Dat red ik niet. Die is 3 uur weg geweest te lopen met Lady. Ja, nou, ik doe het haar niet na. Maar oké, maakt niet uit. Ik ben toch sowieso trots op mezelf, want ik loop weer, ja. En dat weer dankzij Rijka, hè? Ja. Dankzij deze kleine meid. Jo. Dankzij jou, hè, meisje. Ja. Daar, kijk. Zie je? Oh. Komt jouw ring ook nog even? Elwing, Rijka laat. Wat? Elwing, kom. Rijka laat. Kom. Kom. 1, 2. Zo hè. Ja, meisje. Ja. Hé. Zo hè. Ja, maar oké, lieve vrienden, ik laat jullie dus straks meegenieten met dat pakketje. Het is wel een klein beetje dik, maar ik weet niet wat erin zit nu hoor. Ja, eigen schuld. Eigen schuld. Kijk uit. Laat dat. Ah, pakt Elwing je terug, hè? Nee, dan pakt Elwing je terug. Maar oké, lieve vrienden, ik ga me klaarmaken om met de boefwaffies even uit te gaan en gezegd tot straks. Tot dan! Ja, lieve vrienden, ik zal even een klein stukje omhoog. Daar waren we. Het pakketje. Ja, het pakketje. En waar zullen we hem gaan openen? Nou, dit is een opening. En daar scheur ik gewoon open. Ik had wel een schaar bij gepakt, maar tot op heden nog niet nodig. Hoi, was jij ook nieuwsgierig? Was jij nieuwsgierig? Hoe doe je dat? Misschien de 3. Ja, hè? Ik kan maar het idee wat het al is. Ik denk dat ik er eentje door moet sturen. Denk naar Den Haag. Maar dat weet ik nog niet zeker. Ga kijken. Die weet van niets. Nee, dat hoeft niet. Ik hoef niet alles te weten. Ja, Bruna is open. Ik heb het gezien. Ja, deze is toevallig geworden.
geduld hoor. Je ziet het allemaal zo slecht. En dan zit me over. En ik wil het er ook weer terug in doen namelijk. Nou. Zit het aan die kant? Ja, als ik het aan de verkeerde kant te pullen ga, ja, dan gebeurt er ook niks. Dank je, Ving. Dat is een hanger. Voor mijn dochter. Ja. Als er een heel verhaal op winkelt, het is bijna niet te lezen. Ja, met een. Ze moet het met een vergrootglas lezen, maar daar kan ik niks aan doen. Nee, dat is niet mijn probleem. Omdat het geschenken is voor haar, omdat ik van haar hou, van Karin. Ja, mag ze nog niet weten, dus. Komt ze ook nog niet te weten. Het is ook weer dicht. Ik zit vast. Gaat hij weer in dat envelopje? Ja. Hoe nou? Even omdraaien. Omdraaien, zo ja. Zet hij weer keurig dicht. En dan plak ik dat allemaal weg. En dan gaat het enkele reis naar elkaar. Maar pak je twee. Wat zit daar? Ik weet niet. Dan hebben ze er juist net die sticker eroverheen gepakt. Gaat goed. Ik zo zonde. Kijk of ik wil. Ja, dat heb je het gehoor als stuk. Zo. Plak randje is ook goed hoor. Goed sterk. Dan weet ik niet wat dat is. Gaan we ook kijken. Voor Marianne. Kijk een cadeautje. Ja, ook die weet van niks. Ho. Ho. Ho, alles zit een beetje aan elkaar vast. Even zien hoe het allemaal moet. Met bijbehorende. Hoe zit het? Oh, bellen. Ik kan er eentje vasthouden, helaas. Is mooi, hè? Ja. Ik zal er zo bellen, want ze zou nog bij me komen. Want, had ik jullie al verteld, maar was misschien nog gisteren begeven, hè? Ja. Erg, hè? Echt erg. Echt erg. Ja. Ik heb er verdriet van. Dan merken jullie het niet. Ja. De wasmachine was namelijk van mijn moeder ook geweest. Dus ik had hem geërfd. Ja. Nou, de beide oorbellen. Zo. Oh ja. Nou, echt wel. Dat is van Marianne. Ja. Dan moet dat daar weer in. Dan moet ik uitkijken met wat ik doe. Zo. Zo weer, dat is voor Marianne. Leg ik hier neer. Die wordt dus voor Karin. Dan moet ik hier het papier ook eerst kapot zien te krijgen. Ja. Dat gaan we doen. Zo. Hier is het papier kapot.
even beleven wat daar weer in gaat zitten. Allemaal van die kleine dingetjes besteld. En ja, ik had ook iets groots besteld. En dat heeft die vent weer meegenomen. Groot zo. Ja, daar ben ik echt boos om hoor. Dat zo'n vent niet. Ze zijn van mij. Geloof je? Nee. Ook geloof ik van elkaar. Geloof. Ja, ook voor mijn dochter. Maar weer een andere. Die zit goud, dan kan ze wisselen. Ze hoeft niet per se die ene om, als ze wisselen. Leg eraan wat zij aan hebt. Hoe moeten we dat doen? Ik doe hem aan die ketting. Dat wil misschien beter. Daar doorheen. Zo. Zo. Mooi haar. Ja. Ik vond ze zo mooi allebei. Ik denk nou, van mijn meisje. Ik ben zo trots op haar. Met wat ze doet. Ondanks dat ze depressief is, ja. En ondanks dat ze mij ook af en toe afsnauwt en een grote mond geeft, et cetera. Daar kan ze niks aan doen, komt gewoon door die depressiviteit. En dan moet je allemaal met een korreltje zout nemen. Maar ik vind het super. Echt waar. Nou, dat moet ook dus naar Karen toe. Ja. Het is niet anders. Maar ik ben blij dat ik dit binnen heb in ieder geval, want dit heeft heel lang geduurd. Ja, echt wel. En ik heb wel enveloppen, maar geen postzegels genoeg, denk ik. Ik geloof dat ik er nog één heb of zo. Nou, gaat die ook. Ik krijg gewoon twee keer post. Ja. Leuk. Ja, ik denk dat we wel aan, eraan kunnen komen hoor. Zo, voor Karin. Ze mag lekker niks weten, dus hou jullie mond als jullie het zien. En ja, jullie komen toch nog niet op internet, dus ja, jullie houden sowieso je mond. En deze is voor Marianne, onze kunstenares. En die ga ik bellen. En mijn oog die prikt, vind ik ook al niet leuk. Maar ja, het gaat ook dus wel weer over dat ik een oud kereltje ben. En aangezien dat ik dat niet word, gaat het er zelf wel weer over. Nou, toen zat er niks meer in. En het zou nu zakken, hè? Weet je wat ik doe? Hè? Dat eraf trekken. Dan heb ik toch weer een zak, een vuil erin te doen. Ja. Zoals buiten in de tuin. Ja, doen we gewoon. Ja. Nou, oké, lieve vrienden. We weten het weer. En ik zou zeggen, tot straks maar weer. Doei. Nou, lieve vrienden, maar even in mijn hand. Want ja, ik ben met van alles en alles bezig. Ik moet de hondjes zo weer even uitlaten. Dus ja, en ik ben er net geschrokken van het nieuws dat mondkapjes willen ze bij de kindertjes omdoen die na de zomer meteen naar school terugkeren. Zijn ze gek geworden? Moeten ze allemaal maar dood? Want het zijn geen monddoekjes meer. Nee, snotdoekjes. Laten ze daar even van binnen bij hunzelf gaan kijken. Ik word hier zo boos om. Ja, kom op zeg, gaatje in een kop daar. Echt, ik vind, nou dit moeten jullie niet pikken, jonge moedertjes, nee. De jonge moedertjes moeten dit niet pikken, de jonge vadertjes, nee. Hun kinderen moeten niet een doekje om, nee. Laten ze daar in Den Haag naar hun eigen kijken. Doen ze zelf ook niet hoor. Ze zijn gespot, ook Rutte is gespot. En die van de jongen is gespot.
Ja, heel dichtbij. Ook hebben we politie heel dicht bij elkaar gezien. Bij mensen, dus ons als volk, zijn ze gewoon heel dichtbij. Hallo, waar is jullie doekje? Wat deugt daar niet aan? Mag dat? Mag toch niet? Oh, nou ja, maar oké. Sorry, mijn excuus. Ik word daar boos om. Er zijn er hier twee aan het dollen. Oepsie. Halleluja. Zelfs nacht kiezen. Oh nee, mag trainen. Maar oké, ja. In ieder geval een hele hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corine en de Beestenbol. Ik ga zo de hondjes uitlaten. Daarna pak ik de scootmobiel en dan ga ik richting, denk ik, Mary. Want die zou eigenlijk hier komen, maar ik denk dat ik even naar haar toe ga. Ik moet toch ook wat boodschapjes doen, dus ik moet vlak bij haar lezen. Ja, toch? Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles en tot later. Nou, we hebben de rol omgedraaid. Marianne, die komt niet hier naartoe, maar ik ga daar naartoe. Dat is zo makkelijk, je moet toch boodschappen doen, moet toch die kant op. Ja, en ze moet vlak achter, dus ja, waarom niet? Nu ga ik met de boefafjes, de rollator staat al klaar. En ik zou zeggen, lieve vrienden, tot straks. Nou, lieve vrienden, jullie zien, we zitten gezellig bij Marianne. Of niet dan? Zeker. En ik had zo'n leuk cadeautje. Jullie weten al wat erin zit, want ik heb het eruit gepakt. En dan krijg ik zo. Alsjeblieft. Nou, ik ga eens even kijken, want het is toch. Zeker cadeautjes zijn altijd zo leuk. En vooral als jullie weten wat erin zit. Ja, wat is dat? Wauw. Wat mooi. Ja, maar pak maar uit, je weet niet. Wat is het? Ja, hoe krijg ik dat open? Nou ja, ze zit met ik zie het achter. Dat is echt iets van jou, hè? Nee, voor jou. Ja, maar van jou. Voor mij. Ja. Jongens, kijk toch eens zo mooi. Hartjes. En wat zijn dat? Ik luid denk. Oorbellen. Ja, oh sorry. En dat is een ketting. Ja, wat leuk. Kijk toch eens hoe leuk, jongens. Ja, dat zou vast mooi staan, toch? Kom maar doen? Ja, doe maar. Misschien hoe die moet. Dat zie ik zo ook nog niet. Nou, dat komt goed uit, want ik had een kralenketting en ik stond in de badkamer. En die kralenketting die breekt af. En al die kralen naar de badkamer. Die haartjes weg. Ja, dat is geen kapper, hè? Die het knippen. Nee, helaas. Dus zelf de pony maar wat gestopt. Nou, kijk eens hoe mooi. Nou, het is kijk eens hoe schattig. Nou, en dan die oorknopjes kun je zelf erin doen. Ja, want dat moet ik even voor zitten, hoor. Want dat is een dingetje. Oh, dat zit ik ook altijd met te pieken. Dan ga ik ik heb er drie, hè? Ik ga dat straks even doen. Weet je, dit is hartstikke leuk. Het is echt leuk. Hey, knuffel! Heerlijk. Knuffeltijd. Ja, heerlijk. Weet je, dat wordt, weet je, in deze tijd wordt er veel te weinig geknuffeld, toch? En je hebt er toch behoefte aan. Ja. Toch? Ja, vind ik wel. Hoe is het winter verkeerd? Net zoals we net bij Brunda voor. Met ook een vrouwtje met een hoekje voor. Ja. Maar ik had even wat afgegeven. Ja. En ik had het toevallig met de winkelier erover. En ik hoop dat snel alles weer achter de rug is. Want zoals nu gaat, dat helpt ook allemaal mee. Ik zeg, die monddoekjes, ik zeg wat ik snotdoekjes noem, helpt ook niet. Ik zou er geen zo ziek van worden. En dat vrouwtje kijkt maar aan. Ik zeg, ja, ik zeg, dat is waar. Ja. Ik zeg, je eigen consumptie die erin komt. Ja. Ik zeg, dat adem je weer in, dan kun jij ziek van worden. Ja, toch? Ja. Nou, dat is wel fijn. We hebben ook een lekker bakje koffie. Nou, echt wel, weet je. Heerlijk. Weet je, het zijn de kleine dingen gewoon die je leven een beetje leuk maken, toch? Maar het is nog heet. Ja. Nou, ik hoop dat je er blij mee bent. Ja, ik vind het hartstikke mooi. Een blauwe steen. Ja, ik vind het prachtig. Ik vind het mooi. Ja, ik vond het ook mooi. Ja. Ah, jij wist natuurlijk dat mijn ketting was gebroken. Nee, dat wist ik niet. Okay, dat was echt... Ik stond in de badkamer en tjak, er gingen al die kraan naar de badkamer. Nou, ik heb ze weggekieperd. Ja. En dat heeft zo moeten zijn, hè? Ja, dat heeft zo moeten zijn. Ja. Nou, een mooi shirtje. Ik ben daar blij mee.
Weet je, het is gewoon... Allemaal je oorbellen in? Nee, dat krijg ik niet zo gauw van elkaar, hè. Weet je, ik heb dikke oorbellen en ik weet geen eens wat gaatje me zit. Dus ik moet daar eventjes voor de spiegel voor staan. Komt goed. Ja, dus ik doe eventjes zo, even die lange manen erop. Komt allemaal goed. Nee, ik heb samen een beetje mijn pony geknipt. Ja, dat had ik ook laatst gedaan, maar toen had ik het zo kort. Het groeit alweer aan. Ja, het is voor mij zo recht, ik kan echt niks meer zien dan. Nee. Dus dat moet eraf, hè. Ach, echt wel. Maar oké, lieve vrienden, ik ga mijn koffie zo meteen opdrinken. Want ik moet nog verder, ik moet nog boodschapjes doen. Ja, en ik heb er twee alleen liggen. En dan heb ik jullie ook voor nodig, tenminste mijn telefoon. Ja, want ik vlog nou met mijn telefoon waar ik ook mee bel, et cetera, et cetera. Ja. Nou, en die heb ik nodig. Even kijken hoe het met de honden gaat. Ja, maar het komt goed. Ze zeggen, lieve vrienden, hou vol voor de hond. En tot later. Ja. Hey, fijne dag, hè, verder. Toch, toch. Zo, lieve vrienden. Zoals jullie zien, ben ik weer thuis. Ik heb mijn boodschappen al opgeruimd. Een bak koffie er weer bij. En uiteraard een boter. Kijk nu naar mijn coronacapsel. Maar daar hebben we allemaal, dacht ik, last. En prettig weer is het ook al niet. Nee, het is nat, het is vies, het is smerig. Het, ja, niet lekker dus. Maar ik ben weer thuis. Ik heb de boodschappen al opgeruimd. En ik heb twee blikjes. Even goed kijken. Nou ja, dat noemen wij snet, hè. Zien die dat nou? Ja, ertessoep. Ja, dat noemen wij gewoon snet. Hij heeft twee blikjes gehaald. En ja, komt allemaal goed. Dat ga ik lekker eten. Een broodje erbij. Ik heb ook nog een klein beetje salade, maar ik weet niet of dat nog goed is. Of dat niet goed meer is, dan gaat het weg. En is het nog wel goed, dan eet ik dat erbij op. Ja, lekker toch? Ja, moet allemaal kunnen. Ja, en jij bent een kleine deugniet, hè? Ja. Jij bent een kleine eend en tweeën, blablabla. Ja, je bent een kleine deugniet. Hé, ja. Je bent een kleine deugnietje. Ja. O, je dankjewel, meisje. Wat zie je allemaal, wat hoor je allemaal. En binnenkort oma Gint op bezoek. Oei. Ah, we krijgen binnenkort oma Gint op bezoek. Oei. Ja. Waar? Vrouwtje heeft een afspraak gemaakt. Ja. Hé? Ja. En daarvoor gaat nog niemand me aan. Als ze op mijn films letten, dan weten ze waarom. Ja. Als jullie erop letten dat jullie mij volgen, dan moeten jullie nu weten waarom oom agent binnenkort bij mij op bezoek komt. Ja. Komt helemaal goed. Ik heb er volste vertrouwen in. Ja. Hij en de kapper, simpel. Wat zou ik nog meer zeggen? Oh ja, zoals nu staat, komt zaterdag Marianne weer bij mij. Dan ga ik ook proberen met haar een afspraak te maken wanneer ik bij haar weer kan komen om bij haar op zolder te klimmen. Nou ja, klimmen ze even trappen genoeg, dus ik moet de zolder op. Ja. Maar dat komt goed, dat red ik. En dan gaan we daar filmen en met haar interviewen, et cetera. En dat doe ik uit mijn hoofd. Ik ga niks eerst op papier zetten of wat dan ook voor vragen stellen. Ik ga gewoon vragen stellen. Wat voor verf gebruik je? Laat het zien. Hoe ben je op het idee gekomen om dit te doen? Heb je er een cursus voor gevolgd? Of kon je het zo hup uit jezelf? Ja, die mensen heen natuurlijk ook, hè. Dat is het gewoon zo kunnen. Tekenen kon ik vroeger ook. Ik denk dat ik als ik de moeite ervoor neem dat ik het nog zou kunnen. Maar ik zit met het troosten in mijn vingers. Dus ja, dat gaat moeizaam. Maar ik kon het altijd heel goed. Ik kon natekenen van foto's. Ook dieren, paarden, honden. Ik kon allemaal natekenen vanaf foto's. En ja, dat inkleuren natuurlijk, hè. Ja, met stift of kleurpotlood. Ja, ik verven, daar baas ik me niet aan. Ja, ik heb wel geverfd, maar dan wordt het niet zodanig zoals van een echte kunstschilder. Ja, dat is niet voor mij weggelegd. Nee. Dus
misschien weet ik wel dat ik het kan leren, maar het legt mij niet. Nee, ik wil liever met de computer bezig blijven, praatjes maken en jullie tevreden houden met mijn vlog. He, dat ik aan het filmen ben, dat vind ik veel leuker. Ja, laat een ander zijn ding goed kunnen. Ik kan mijn dingen goed. Ja toch? Ieder heeft zijn eigen kwaliteiten. Vind ik. En dan legt er links, dan legt er eentje naar van moet ik om mijn staart denken. En rechts komt er net eentje weer aangelopen. En de ander die is in de hal of boven, die heeft net eten gehad. Nou, lieve vrienden, ik zou zeggen, smakelijk eten, bon appetit en prutjes. Ik ga straks eerst met de hondjes lopen, daarna zien we wel wat ik ga eten. Oh ja, dus net, met brood. Komt goed. Ik zou zeggen, hou vol goede moed en tot later. Doei!